breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met de boeren en hun vertrouwen in de overheid. Of beter, het totale gebrek aan vertrouwen in premier Mark Rutte, in hun demissionair minister Carola Schouten, in het RIVM, in LTO ook. Ze vinden het eigenlijk allemaal maar niks, de ambtenaren daar en overal. En een andere opmerkelijke conclusie uit het onderzoek van INO Research in opdracht van de Volkskrant is dat bijna 7 van de 10 veehouders nu op de boer-burgerbeweging zou stemmen en daarmee het CDA zou wegvagen als, waar het toch klassiek bekend staat, als de boerenpartij. Dus deze kraker. Want het is lekker op de Kan dus wel de prullenbak in, want het is helemaal niet meer zo lekker op de trekker. Ons breekijzer vandaag is: de overheid is het belang van de boeren inderdaad volledig uit het oog verloren. Is hun belang echt in het geding? Laat de overheid ze keihard barsten? Of moeten ze misschien niet zo piepen? En naast koeienmelken ook ondernemen? En daar horen ook tegenslagen bij, andere wetten, moeilijke invulformulieren enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer, dus de stelling waar je op kunt reageren. De overheid is het belang van de boeren inderdaad volledig uit het oog verloren. Ik ga zo meteen kijken wat mijn panelleden daarvan vinden. Maar ik begin met Klaas van der Horst. Hij is senior redacteur bij Boeren Business. Goedemorgen, Klaas. Goedemorgen. Nou, ik ben benieuwd wat jij van onze breekijzer vindt. Is de overheid inderdaad helemaal de boeren uit het oog verloren en vergeten? Dat denk ik niet, maar de overheid moet natuurlijk heel goed weten wat ze willen. De overheid drukt steeds op heel veel verschillende knoppen en dat brengt boeren ook in verwarring. Mm-hmm. Ja. Dus dat maakt het ook heel moeilijk voor boeren om dan uit te vogelen wat de overheid dus wil van hun. Ja, jij klinkt heel genuanceerd. Als ik die staatjes nu zo zie in de Volkskrant, landelijke overheid, daar is eigenlijk praktisch alle boeren hebben daar geen vertrouwen in of niet zoveel vertrouwen. Het RIVM is ook zeer matig, het ministerie van Landbouw is zeer matig, Mark Rutte is zeer matig, Carola Schouten is zeer matig, LTO Nederland. Nou, dan zou je denken dat is toch de club van boeren, maar dat is ook allemaal niet zo fraai. Waar komt dan dat beeld vandaan? Waarom zijn die boeren helemaal klaar met Den Haag? Omdat ze steeds te maken hebben met wisselende eisen. Hè? Dus als boeren een helder doel voor ogen gesteld kregen, dan was het veel gemakkelijker om daarop af te koersen. Maar is het één doel? Hè? Ja. Ze krijgen steeds nieuwe doelen voor ogen en het zijn verschillende doelen. Het is als het ware een cacofonie van eisen wat ze over zich heen krijgen. Maar dat geldt toch voor allerlei sectoren die moeten zich aanpassen aan de veranderende tijd, aan veranderende wet en regelgeving. Is dat voor die boeren echt zo anders dan voor andere sectoren? Dat voelen boeren in ieder geval wel zo. Ja. Ze zijn ook een heel herkenbare beroepsgroep. Mm-hmm. Omdat ze, aan de ene kant, ze zijn misschien maar onderhand met heel weinig boeren overgebleven. Maar ze beheren wel een groot deel van het Nederlandse oppervlak. Ja. En daar wordt van alles op geprojecteerd. Ja, ze spelen heel erg in het oog, inderdaad. Blijf even bij me. Ik ga zo meteen nog wat vragen aan jou voorleggen. Ook wat bellers die reageren op ons breekijzer. 020-468-4x0 is ons nummer. Je kan reageren op de stelling: de overheid is het belang van de boeren inderdaad volledig uit het oog verloren. Eerst even kijken bij mijn panel wat zij ervan vinden. Robert. Ja, boeren en de overheid, dat is geen gelukkig huwelijk, blijkt, als het aan de boeren ligt. Wat vind jij? Nee, ik denk ook niet dat iemand ervan staat te kijken naar de uitslagen. Voor mij hebben we allemaal ook wel een keer vastgestaan achter een file aan tractoren op de snelweg, die op weg waren naar Den Haag om hun punten duidelijk te maken. Dus ik denk dat het wel duidelijk is dat de verhouding boeren-overheid niet heel goed is op dit moment. Ja. En ik denk ook dat er zeker aan wat moet gaan gebeuren. En als je dan ook kijkt dat bijvoorbeeld dat ze wel vertrouwen hebben in een wat radicalere Farmer Defence Force. Mm-hmm. Maar niet in de eigen ministerie. Dan gaat er echt wel iets goed mis. Ja. Wat is jouw analyse? Hoe komt dat? Is de overheid niet aardig genoeg voor ze? Of bevalt het gewoon niet wat de overheid oplegt aan die boeren? Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft dat de boeren overmatig veel dingen opgelegd krijgen de laatste tijd. Dat is al decennia aan de gang. En dan is het niet alleen dat ze bepaalde doelen opgelegd krijgen, wat je ook bijvoorbeeld in de Volkskrant las. Ja. Maar dat ze ook heel veel middelen opgelegd krijgen. Bijvoorbeeld wat er in het voer moet zitten. En dat zijn regels die heel ver gaan wat boeren echt moeten gaan doen. Mm-hmm. Terwijl misschien boeren ook juist ondernemers zijn. En zelf ook kunnen nadenken hoe ze zelf een doel kunnen halen in plaats van dat het van bovenaf wordt opgelegd. André. Ja, weet je, het staat buiten kijf dat boeren enorm afhankelijk zijn van regels.
samenleving. Zeker gezien de vergroening en de verduurzaming die we als maatschappij willen bewerkstelligen. En als je kijkt naar boeren, meer dan de helft ziet ook de noodzaak om oplossingen te bedenken voor klimaatverandering. Ik bedoel, het gaat ook over de toekomst van hun eigen kinderen. Willen ze nog wel of niet op een leefbare planeet wonen? Alleen de vraag is, ligt de verantwoordelijkheid alleen bij de boer? En het antwoord daarop is natuurlijk nee. Maar wat je ziet, hoe het huidige beleid is samengesteld, is vrij inconsistent, onzeker en ik zou bijna zeggen doelloos. Er zijn allemaal verschillende eilandjes, verschillende sectoren. Landbouw, vliegverkeer, industrie. En allemaal dienen ze aparte zorgen in, worden er aparte maatregelen voor getroffen. Maar uiteindelijk wordt de ene daardoor harder geraakt dan de ander. Zeker omdat de boeren ook wat meer opvalt, zoals net ook werd gezegd. Ja. Dus wat mij betreft is er één ding heel erg belangrijk, dat je gewoon één overkoepelend beleid hebt op industrie, op vliegverkeer, bij KLM bijvoorbeeld, de grote fabrikanten en de veeteelt, maar laat ze dan ook meepraten in hoe je dat bepaalde doel dat je samenstelt kunt behalen. Ja, maar vind je dat de veeteeltsector nu ook te hard geraakt wordt of te veel aandacht krijgt in negatieve zin? Nou, het punt vooral is dat. Is er hard voor? Nou ja, het punt vooral is dat boeren op hele specifieke, doelen maatregelen worden opgelegd. Zonder dat ze daar echt in meepraten. Ze worden door de Rabobank bijvoorbeeld, worden ze aan hele dure leningen, worden ze vastgeketend omdat ze gewoon simpelweg geen andere keuze hebben. En het doel voor de boeren, zoals net werd gezegd, is gewoon niet duidelijk. Er wordt hier en daar wat bijgeschroefd, hier en daar komen er extra vereisten voor. Maar volgens mij is het belangrijk om eerst het doel samen te stellen. Waar willen we naartoe? De stip op de horizon. En dan samen met de boeren en andere industriesectoren kijken hoe je daar het beste kan komen. Een paar bellers aan het woord laten. De overheid is het belang van de boeren inderdaad volledig uit het oog verloren. Meneer Huygens, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u? De teneur, zo ik de vorige sprekers hoor, is denk ik. Gezondheid. Wie niest daar zo? Wat zegt u? Wie niest daar zo op de achtergrond? Nou, dat zijn de sprekers die net voor mij geweest zijn. Ja. Ik denk dat men niet weet hoe een boer moet werken. En dat is als hij vanochtend uit bed kwam, omdat het hartstikke donker was, en dat hij zijn koeien heeft laten bevruchten. Die zijn er over 8-9 maanden, komt een kalfje. En voordat zo'n koetje dan vrucht brengt, dus melk voorbrengt, ben je jaar of 4 verder. Ja. En dat wil men niet zien. Dus hoe moet een boer nou zijn koeien laten kalven als hij denkt, ja, straks krijg ik nog meer op mijn dak, veranderingen. En dat is niet vandaag voor het eerst, hoor. Nee. Want anderhalve eeuw geleden waren die boeren dat ook al lang zat. En dan gingen ze emigreren naar Australië of naar Canada. Dat kan nu niet meer. Dus het is al lang. Je moet weten dat een boer jaren vooruit moet denken. Jaren vooruit moet boeren. Om ze in leven te kunnen blijven. En daar is toch geen begrip voor. En wat zou er dan moeten gebeuren om dat begrip, om in ieder geval die boeren iets meer te snappen, misschien? Wat zegt u? Om die boeren in ieder geval iets meer te snappen als je in Politiek Den Haag werkt. Moet je dan eerst moeten alle ambtenaren stage gaan lopen op een boerderij of iets dergelijks? Nou ja, maar dan moet je wel een pootje werken en niet een dag komen kijken, want het schiet allemaal niet op. Maar je moet de boer ook het leven laten leven. Dat hij leven kan. Ja. En daarvoor moet hij zijn boerderij natuurlijk, je kan zeggen, de helft van de koeien moet weg. Maar dan kan hij alles wel opdoeken, want heeft hij geen inkomen meer. En een boer heeft flink veel geld, hoor. Ja. Maar dat zit in de grond en dat zit in stenen. En je kan het aan mevrouw van der Plas, die komt af en toe niet opdraven om te boeren. Mm-hmm. Nou, er wordt zoveel gekletst na wat een boer nodig heeft om te kunnen leven. Dus ik laat het niet meer zien. Ja, duidelijk. Dank u wel voor het bellen. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik snap dat de boeren totaal spoorwijs zijn, want dit is een Europees probleem wat je moet aanpakken. Ik zou je vertellen waarom. Heel veel slachterijen zijn bijvoorbeeld langs de grens te vinden, in Enschede, in die kant op. Als die 30 kilometer de grens overgaan en hun vlees verkopen aan Duitsland, dan is het export. Maar als we die slachterijen verplichten geen Nederlandse koeien meer te slachten, dan kan je dus de situatie krijgen dat een slachterij in München gaat slachten en 300 kilometer naar Hamburg gaat rijden om het vlees af te geven. En dan is het geen milieuprobleem. Dus het is een discussie die op Europees niveau moet worden gevoerd. Mm-hmm. Dat zie je ook in de suikerindustrie. In Nederland maken we suiker wat naar Frankrijk gaat. Daar moet je in Europa afspraken over maken. Want nu zit je op microniveau het op te lossen. Ja, waar de boeren de dupe van zijn. En boeren lijden dus onder de bureaucratie eigenlijk? Nou ja, we zijn één Europa. Maar met dit soort dingen zijn we dat totaal niet. Want het voorbeeld
dat een exporteur in Nederland 30 kilometer de grens overgaat, is een export. Ja. Maar van München naar Hamburg 300 kilometer is geen export. Nee, maar het is veel schadelijker voor het milieu. Dank, ga ik zo eventjes voorleggen ook nog. Meneer of mevrouw Franje, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met Franje van het Monte Clausi Museum. Ik zie een duidelijk beeld dat de overheid 20 jaar geleden onder de leiding van Laurens Jan Brinkhorst van de D66 al begonnen is om de Veluwe leeg te gaan ruimen voor meer recreatie. Ja, we moeten ook een wolf hier hebben, maar daar zijn we ook allemaal niet zo blij mee. Nee, die bijten schapen dood. Ja. Die bijten schapen dood, ja. En ik denk dat de mensen niet beseffen wat er aan de hand is. Ze moeten gewoon hier eens een keer komen kijken. En het wordt allemaal vanaf Den Haag wel een beetje geregeld. Maar je moet niet vergeten, we moeten van de boeren wel leven. En in de oorlogstijd kwamen de mensen uit de stad hier eten halen. En we zien nu ook met de kostenprijs van alle groenten, alles wordt duurder en duurder en duurder. We moeten hem steeds verder weghalen. We krijgen steeds ongezonder eten in Nederland op ons bordje. Dat beseffen de meeste mensen ook niet. En nu moeten we gaan betalen. Ja. Voor het hele beleid. Kijk, we kunnen gewoon niet zonder boeren. En Tjerk van der Ziel, dat is een afgestudeerd agrariër die op de Universiteit van Wageningen, die zei 20 jaar geleden al, we moeten terug naar het plaatselijke beleid om boeren in productief in hun eigen gebied hun voedsel te produceren en af te zetten. Lokaal, kijk, nu moeten we Albert Heijn, de Rabobank en al die grote jongens, die maken de dienst uit. Mm-hmm. Het is toch van de zotte dat wij onze legbatterijen naar Polen toe doen en die eieren die uit Polen komen, die worden hier weer als scharreleieren verkocht. Ja. Zo dom zijn wij in Nederland. Zijn u nou Monte Clausi Museum? Ja, waar ja is dat? Dat heb ik gekeken. In Kootwijkerbroek. Ik kom eens een keer langs. Ben heel benieuwd wat daar te zien is. Dank u wel, Fanje.